Het buurtschap Nobelhorst midden in Almere neemt nadrukkelijk afstand van de bedreigingen die vorige week door verschillende bewoners werden geuit richting de initiatiefnemers van het zorgcentrum dat zou moeten verrijzen op het groene veld. Toch blijft ook het buurtschap tegen de komst van het zorgcentrum op deze groene locatie. Maar het buurtschap doet nu een handreiking naar de huisartsen om samen naar een alternatieve plek te zoeken. Verslaggever Jeroen Langehoff, ja, Jeroen, hoe zat het ook alweer met dit ingewikkelde verhaal? Ja, die kwestie die sleept al zo'n 6 jaar. Het begon ooit met het idee van huisartsen om een zorgcentrum te bouwen op het Groene Veld. Eentje waar bewoners uit de wijde omtrek terecht zouden kunnen voor zorg. Nou, de gemeente die juichte dit initiatief toe, aangezien er een groot tekort is aan zorgaanbieders in Almere. Maar daarna beginnen de problemen. De gemeente wil bijvoorbeeld ineens dat bij het zorgcentrum extra woningen komen voor zorgbehoevende mensen. En ook het aantal parkeerplaatsen moet ineens fors worden uitgebreid. Ondertussen houdt de gemeente naar omwonenden de plannen stelselmatig stil. En ook wil ze niet dat de huisartsen de buurt informeren om, zo stelt ze, onrust te voorkomen. Omwonenden krijgen uiteindelijk toch lucht van de plannen. Die schrikken zich vervolgens een hoedje en starten een petitie tegen de komst van het centrum. De onvrede wordt zelfs zo groot dat sommige bewoners zelfs dreigmails sturen naar de huisartsen. Maar het buurtschap Nobelhorst, dat is dus een soort bewonersvereniging. Nemen die dus nu afstand van al die bedreigingen? Ja, in een brief aan de huisartsen veroordelen zij deze laffe daad, zoals ze dat noemen. Inmiddels zijn zowel het buurtschap als de huisartsen van mening dat het de gemeente is die hier de Zwarte Piet verdient. Vooral ook omdat zij de omwonenden stevast niet gekend heeft in de plannen. In de brief die buurtschap Nobelhorst midden schrijft aan de huisartsenpraktijk stelt men dan ook voor om de handen ineen te slaan. Zo schrijven de bewoners. Aangezien de huisartsenpraktijk als ook de bewoners van Nobelhorst beide slachtoffer zijn van een falende gemeente, zou het dan niet beter zijn als wij gezamenlijk optrekken in de zoektocht naar een betere locatie voor het gezondheidscentrum. Ah, nieuw plekje dus. En hoe staan de huisartsen er nu in? De huisartsen zelf geven aan open te staan voor een alternatieve locatie. Echter wel onder voorwaarden. Zo stelt huisarts Raymond van der Meijden. Stel je voor dat het een andere locatie zou worden, ook goed, maar dan zonder vertraging. Want wat ik al zeg, we zijn al vier jaar bezig hiermee. Ja, en die vertraging, dat kunnen we gewoon niet meer aan. De haast voor de huisartsen is zo groot omdat hun huidige onderkomen, dat overigens pal aan het groene veld ligt, veel te klein is geworden. De artsen hebben de gemeente eerder deze week daarom laten weten dat ze geen nieuwe patiënten in de huidige praktijk meer aan kunnen nemen. En de huisartsenpraktijk, mits er niet snel een andere locatie wordt gevonden, op den duur zelfs uit Nobelhorst zal verdwijnen. Is er überhaupt eigenlijk wel een andere geschikte plek te vinden in de wijk? Nou, wel als je het Fred van Brussel van het buurtschap vraagt. Ik verwijs naar het Ambacht. Dat is bij het Pannenkoekenhuis. Een trein waar projectontwikkelaars ten faveur van kleine ondernemers uit Nobelhorst een groot stuk grond hebben gekregen. En als daar gewoon de zaak voor de huisartsenpraktijk wordt neergezet, liggen ze centraal. Je hebt ook niet de parkeerproblemen die we nu krijgen met zo'n groot centrum als dat door zou moeten gaan. Het is veel beter. Vanavond wordt trouwens de hele kwestie rond de bouw van een gezondheidscentrum op de politieke markt besproken. En dan zullen we horen hoe de gemeenteraad hierover denkt. Verslaggever Jeroen Langehoff, dankjewel.